toch mijn moeilijke. Ja, zonne. Oh, nog 4 nachten. Koude voeten. En dan komt onze papi naar huis. Hè? Oh, slaap wel, mijn dapper sergeantje. Zeg iets, slaap wel tegen onze papi. Zeg, is dat nu een uur om mensen lastig te vallen? Oh, zeg. Fernand! Hey. Weet je wel hoe laat het is? Ah, goedenavond, madame Carmen. Oh, man. Hij wordt schoner met een minuut. Zo. Fernand, de wasseret is wel 5 huizen verder, hè? Wasseret. Madame Carmen, ik kom u mijn diensten aanbieden. Uw diensten? Ja, madame Carmen, het is een gevaarlijke wereld aan de dag van vandaag. Voor een vrouw alleen, hè? Oh. Jij hebt daar geen gedacht van hoeveel ongure, ongeschoren mannen er rondlopen met vieze gedachten. Allee, dus mannen gelijk jij? Ik wil juist verhinderen dat jij het slachtoffer zou worden van een kwaadwillige, op lust, beluste, belusteling, hè? Waar is hier de slaapkamer? Blijf! Jij wilt toch niet bij mij in bed? Boda, Fernand! Madame Carmen, ik beschouw het als mijn plicht. Uw lijf en leden en man, alles wat daarbij hoort, te beschermen. Ik heb geen bodyguard nodig. En daarbij, ik heb al een waakhond. Ja. Met alle respect, madame Carmen, maar zelfs een braafste crimineel wringt dat marmotteke zo de nek om. Als het erop aankomt, kan ik mijn mannetje nog wel staan. Ja? Ja, maar. Hey, wat ga jij doen als er zo'n boom van een vent voor uw neus staat? Bijaard spelen op zijn klokkenspel. Mijn zakkers van verdekken in eindelijk, ze slaapt. Oh, dat is echt het enige moment dat ik iets in het huishouden kan doen. Zeg, maar Mark zou toch ook een handje kunnen toesteken, hè? Oh, maar Mark heeft terug een job. Huh? Ja? Hij werkt in de zoo als dierenoppasser. Schatje, hoe ziet jij eruit? Wat is er gebeurd? Bieke, de bizons zijn ontsnapt. Jij bent toch oké? Ik heb moeten lopen van mijn leven. Ik kon nog juist op tijd in een boom klimmen. Oh. En er zijn toch geen gewonden? Nee, Doortje, gelukkig niet. Het park was nog niet open. Maar ze hebben wel de jeep van meneer directeur omver geduwd. En hij zat er nog in. 2 uur heeft hij daarin vastgezeten. 2 uur, hè, Bieke? Hey, gelukkig is het dan maar. Ja. Nou, hoe is dat allemaal kunnen gebeuren? Oh, iemand is vergeten de deur van die kooi dicht te doen. Goh, het kieken, hè, dat daar verantwoordelijk voor is, hè, die zou ze onmiddellijk moeten ontslaan. Maar het is niet waar, hè? Ja, je kent mij, Bieke. Schatteke, we hebben dat geld wel nodig. Maar jij gaat binnenkort toch ook terugwerken? Ja, denk je nu echt dat wij er gaan komen met 1 loontje? Nee, Mark. We hebben onze vaste kosten. Hè? Paulien, die moet eten, die heeft luiers nodig, kleren. En dan wilden wij nog een nieuwe auto kopen. Oei, ja. Ja, ik ben een slechte vader, hè. Ik deug voor niks. Je moet zo hard niet voor jezelf zijn, Mark. Maar het is toch waar, Doortje? Allee, wat kan ik nu? Niks? Ja, spaghetti saus maken, plaatjes draaien, dat is het. Dat is het! Ik word professioneel DJ! Dat ik daar niet eerder ben opgekomen! Dan moet ik een keer gaan praten met meneer Vierens. Huh? De eigenaar van Feestzaal Familia. Ik zit bij zijn vrouw in het kerkkoor. En hij heeft gezegd dat hem nog de nieuwe DJ zoekt. Oh. Wauw! Ik ga daar direct naartoe. Dank u, Doortje. Hey, zeg! En ik? Geen tijd, Bieke. Doortje, geef jij een kus van mij? Hey, je doet de deur goed dicht, hè? Dan kun je er niet ontsnappen. Echt waar, zeg. Die Fernand, die wou bij mij blijven slapen. Zo gezegd om mij te beschermen. De profiteur. Ja, meen ik. Kostermans, hè. Dat is een obsedé, mijn gedicht. En dat allemaal terwijl mijn ventje ver van huis zijn leven op het spel had zitten is.
Ver van huis. Ja. Dardenne. Ja, en zijn leven op het spel zetten. Hij moet gewoon wat zandzakjes vullen. Ja, ja, maar hij bevindt zich wel in een overstromingsgebied, hè? Ja, misschien verdrinkt hij wel. Als Xavier verdrinkt, dan zal het niet in water zijn. Wanneer komt hij terug? Ja, normaal gezien zondag. Maar ik zoek nog iets om hem te verrassen. Ja, 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 maar geen vat bier, hè. Iets speciaals. Zo. Ja, iets wat hij totaal niet verwacht. Maar ja... Jawel, Carmelke, dan heb ik voor u een formidabele suggestie. Ja? Als jij nu voor uw Xavier... Ja. ...is een paaldansje zou placeren. Een paaldansje? Ja, paaldansen is hot, hè. Tegenwoordig heeft iedereen zo'n danspaal op zijn slaapkamer. Dat is ongelooflijk. Ja, ja, het paaldansen of pole dancing is ontstaan in de jaren 80 in de Canadese striptenten. Vandaag de dag is het heel populair bij bekende Vlamingen. Tanja Dexters, Saartje van den Driessen, ze doen het allemaal. Wist je dat Saartje van den Driessen nog gepaald danst heeft in matroeskas? Ja, ja, ja. Helemaal bloot, hè? Allee. En ze deed ze dat goed. Ja. Voor zover ik kon zien, toch, want het was nogal donker opgenomen. Ah, wel ja, ik wil ook zo'n danspaal. Oh, ga met die danspaal. Oh, ja, loespalken. Oh, ik wil wel eens op u komen oefenen. Hè. Ja, je hebt er in ieder geval postuur voor. Allee, Carmen, wat kun jij nu doen met zo'n paal? Oh, heel erg. Ja, het is goed te zien dat jij nog leuke poesiekat van binnen hebt gezien. Ja. Oh, zeg. Ja. Oh. Dat die botheza aan die paal hangen te kronkelen en te glijden. In een puren, hè? Ah, ja. Ja, Carmelke, hey, paaldansen is op uw lijf geschreven bij gedrag. Oh, merci, meneer Bomen. Ja, als die Tanja Dexters dat kan, dan kan ik dat ook zien. Ja, ja, ja. Ik word de queen of de paaldans. Onderschat het niet, Carmen. Paaldansen is zwaarder dan je denkt. Je moet spieren gebruiken waarvan je niet weet dat je zet. Ja, dat kent jij, Carmen Waterslagers, nog niet. Ik ga mij direct laten inschrijven in zo'n cursus. Hè. Ja, 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 ja. Oh, mijn ventje, ga niet weten wat dat hem ziet. Kijk, als je advies nodig hebt van een expert, je weet mij gewoon. Ja, Pascalke, heb je geen zin om mee te gaan met Carmen? Naar die cursus. Wat blief? Ik denk er nog niet aan. Spijtig. Het is de bedoeling dat jullie op het einde van deze lessenreeks dit ook kunnen. Dat is een fluitje van een cent, hè? Paaldansen is meer dan dansen. Het is een workout voor je hele lichaam. En dat ga je straks voelen. Hier. Aha. Hier. Aha. En hier. Stop daar eens mee. Paaldansen is in eerste instantie een echte sport. Wie paaldanst, die voelt zich goed in zijn vel. En die krijgt een strakker lichaam. Maar niets voor niets. Wie de paal wil bedwingen, die moet spierpijn en blauwe plekken doorstaan. Ja, gaat het daar nog lang staan uitleggen? Ik wil wel actie, hè? Oké. We gaan eenvoudig starten. We gaan allemaal aan de paal staan. We nemen de paal laag aan de grond vast met onze linkerhand, de pols, naar boven gericht. En de rechterhand die plaatsen we zo hoog mogelijk bovenaan. Je laat voldoende ruimte tussen de paal en het lichaam. En zeg, wat is dat voor een nozelhouding? En nu laten we ons zachtjes door de knieën zakken. En we komen weer naar boven, zonder de handen los te laten. Ondertussen swingen we met de heupen van links naar rechts, zodat we een echte dansbeweging krijgen. En doe dat nu maar een aantal keer.
Zeg, heb ik daarvoor 400 euro moeten betalen? Voor die prijs wil ik wel spektakel, hè? Ah, wel in dat geval, ik zal u iets tonen. En Carmen, let goed op, want Nadine is dat nu. Ja, ja. Ja, dat begint er al beter op te trekken. Ga dus uit de weg. We zullen maar verder gaan met de eenvoudige oefeningen, zeker. Denk je dat dat mij alleen niet lukt? Nee, maar DJ Simpson is in the house. Wat vinden we met een nieuwe look? Cool, hè? DJ Simpson. Ja. Yeah. Bieke? Ja, Mark is nu DJ in Feestzaal Familia. Ja. Oh. Ja. Allee, vooruit, dat hebben we nog niet gehad. En hoe lang gaat je dat weer volhouden? Tot zijn weer buiten shot aan mijn gedachten. Ja. Ja. Ah, heb toch wel vertrouwen in mijn Mark. Volgend weekend, hè, heeft hem al 2 trouwfeesten. Ja, ja. 2. Let's party. Feel the vibe. Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Bieke, ik hoop dat ons Paulientje uw verstand gaat hebben. Dan, de queen of de paaldans. Zeg. Haar eerste les heeft ze toch al overleefd? Ja, maar hoe? Dat is allemaal de schuld van die lesgeefster. Hoe dat die ons afbeult, hè. Want dat is niet goed, sneak in haar bovenkamer. En zij niet alleen. Allee, Carmen. Paaldansen op uw leeftijd. Wat? Durfde jij beweren dat ik daar te oud voor ben misschien? Ja, allee, ben ik de fleur van mijn leven? Ja, je kraakt nogthans gelijk een oude kruiwagen. Oh, gaat er mij nog wat affronteren ook? Geef mij liever een portos. Een dubbele. Tegen de pijn. Oh. De eerste keer doet het altijd een beetje zeer. Wat is dat? Ja. Volgende week voelt je daar niks meer van, Carmijneke. Ja. Moet ik daar nog wat aan, ja? Ja, talent moet aangemoedigd worden, tja. Waarom denk je dat ik een dansbal op mijn slaapkamer heb laten placeren? Oh. Ja, ja. Ik heb dat je tijdens de huren daar een beetje kunt komen oefenen, hè? Ah, zie. Oh. Wel, ja, ik zal wel werken. Ja, maar niemand zegt dat je niet mocht komen meedansen, hè? Ah, ja. Hoe meer vrouwen op met een paal, hoe meer deugd. Ah, vreugd. Maniak. Oh. Zie nu toch eens in dat dat paaldansen niks voor u is, Carmen. Je maakt u alleen belachelijk. Oh, wij zijn allemaal jaloers, ja. Ja, ja. En toch zit ik door voor mijn ventje. Allee. Oh, Maurice, kun jij morgen mijn paal komen placeren, alsjeblieft? Maurice heeft daar geen tijd voor. En die kan dat niet. Ik zeg altijd, wat Maurice niet kan, dat moet nog uitgevonden worden. Ik zal het zijn, Carmen. Oh. Merci, Maurice. Oh, joi, al die moeite. En voor wat? Volgende week zet je die paal al lang weer beu. Ja, dan kan ze hem nog gebruiken voor neerroken, hè? Ja. Voor neerroken? Ja, als pispaal, hè? Oké. Morgen de grote dag. En? Zenuwen? Nee, nee. Alles is zo goed als geregeld. Cool. En wat wordt de mega bangelijke groovy openingsdans? Ik had gedacht aan... Altijd heb ik je lief. Van Clouseau. Oei. Oei, oei, oei. Ja, dat is wel niet erg hip, hè? Zou je niet beter iets nemen van DJ Tiësto? Of de Donkey Roars? Hé!
Everybody in the house, say yeah! Ah, wel, dat vind ik een tof idee. Nee, echt, dat is een keer iets anders. Allee, Bart, sorry, ze. Ik vind dat liedje van Clouseau wel toepasselijk voor een trouw. Of niet? Snolleke, zijn we niet een klein beetje veel bezeten door Koen Wouters? Ik bedoel, ze staat ermee op en ze gaat ermee slapen. Ja, zou ze dan niet beter trouwen met Koen Wouters? Hey, shake it at the noon. Trouw met... Koen. Wel, ja, misschien zou ik dat beter doen. Alsof dat jij een kans maakt bij Koen Wouters. Snolleke toch? Nee, nee. Ik had gedacht aan een openingsdans met Kate Ryan. Van Kate Ryan. Oh, goddekes. Alsof die je zelfs maar zou zien staan. Ik denk toch dat ik meer kans maak bij Kate Ryan dan jij bij Koen Wouters, want die gast die valt alleen maar op babes. Ja, en Kate Ryan alleen op mannen met verstand. Als jij zo over mij denkt, hè, vergeet je een trouw dan maar. Nou wel, ja, het is goed. Het is goed, nu weet ik tenminste hoe je echt bent. Mm. Bedankt, meneer. Je hebt mijn ogen laten opengaan. Ah, wel. Mijn ogen ook. Oké, DJ Simpson doet het weer! Say yeah! Say yeah! Kunt je mij die schroevendraaier eens aangeven? Ja. Oh. Nog altijd spierpijn? Oh, ja, ik wist niet dat ik zelfs daar spieren had. Het menselijke lichaam telt meer dan 600 spieren. En elke spier heeft zijn eigen functie. Ah, oh, ja. Dan Carmen. Voilà, ik ben klaar. Oh, het is een schone paal. Zeg dat niet waar is, madame Carmen en Maurice. Hij staat goed stevig. Ja, maar... Ik zal hem eens direct uitproberen. Zou je hem niet eerst opblinken, dan glijdt hij beter. Nee, ik heb dat niet nodig. 3, 2, 1, hop! Oh, 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 man, man, man. Mr. Fierce is in the house. Ik denk dat ik in de bezig zou vertoon. Ik ben fruitpap aan het maken voor mijn baby, meneer Fierce. Ik heb daar zus een telefoontje gekregen van die gast van de koppel dat morgen zou trouwen. Jo. Ik zie dus wel een feest met 300 genodigden aan mijn neus voorbij schieten. Hè? Weet je wel voor een verlies dat betekent? Verlies? Weet jij wel wat die mensen als openingsdans wilden? Clouseau! Je moet blij zijn dat we daar van gespaard zijn gebleven, meneer Fierce. Vertongen. Het gaat om het geluk van die mensen. Ah, wel ja. Nu weten ze tenminste voor ze getrouwd zijn dat ze niet bij elkaar passen. Zouden die mensen ooit gelukkig zijn geworden, meneer Fierce? No! Last night DJ saved my life. Man, man, man. Oh, miserie, miserie, miserie. Hé, là-bas. Onbeleefd, Rick. Oh, excuseer. Wilt jij er ook een? Want je zult het kunnen gebruiken als ik u mijn nieuws ga vertellen. Oh. Man, man, man. Fernand, madame Pascal. Weet jij dat uw Maurice op deze eigenste moment met Carmen in de slaapkamer bezig is? Ja. Carmen heeft hem dat gevraagd. Oeh, je weet ervan. En je kunt daarmee leven. Ja, Fernand, ze doet maar, hè. Als Carmen nu per se een paal wilde hebben. Oh. En Xavier, hoe gaat hij erop reageren, denk je? Xavier, die gaat eens goed lachen met Carmen haar numero. Zeg, maar Pascal, dat jij Maurice zoiets laat doen, dat gaat mijn verstand te boven. Ja, maar Fernand, ik kon hem dat nu toch moeilijk weigeren. Maar je kent Maurice toch? Ja, mensen helpen niet zijn een hobby. Schone hobby. Ik vind dat madame Carmen wel eens aan mijn hobby had mogen denken. Ja, of dat jij daar verstand van hebt. Allee, Fernand, geef nu toe. In vergelijking met Maurice, zei jij toch wel een grote prutser, hè? Man, man.
Ah, daar hebben we de onderkruiper, hè. Zijde jij niet verlegen? Verlegen? Waarvoor? We moeten u nu van de domme houden. Ik heb u wel bezig gehoord met madame Carmen. Dat je zonder mijn duiven kunt schieten. Ja, vernauw, als Carmen liever door mij geholpen wordt. Leg het maar uit. Maar hier is het laatste woord nog niet over gezegd, hè, Maurice? Maurice, en? Is het gelukt? Ja, het was wel lastiger dan ik dacht, maar ik heb hem gelukkig toch recht gekregen. Snoezeke, ik ben fier op u. Man, man, man. La 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 la. Hier is ze bezig, ze. Hier is ze bezig, ze. Zeg, voyeurs niet toegelaten, hè? Voyeurs? Mijn gedacht, Carmen. Hoe kun je nu zoiets zeggen van de burgemeester en van mij? Allee, wij komen nu coachen. Coachen? Bien sûr. Freddy, leg jij het daaruit, want van mij gelooft ze het niet. Mevrouw Waterdinges, wij als habitués van de Pussycat, hè, wij zijn als het ware experts in het paaldansen. Ja, zal dat zijn. En daarom kwamen wij u een paar tips geven om u een act nog interessant te maken. Hè? Is het niet waar, meneer Balthazar? Ja, we bijwerken van uw calorigrafie, hè? Calorigrafie. Allee, kom. Laat u nu een keer gaan, hè? Kom. Ja, maar, je doet het niet voor ons, hè? Je doet het voor Xavier, hè? Ja. Denk maar dat wij een proefkonijn zijn. Allee, ja, het is goed voor één keer, hè? La, la, la. La, 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 la. En wat vind je ervan? Ja, dat is niet slecht. Nee. Ik bedoel, het is goed. Ik bedoel, maar we willen graag wat meer zien. Hè? Ik bedoel, uw vent wil graag wat meer zien. Hè? Ach, is het niet, ja, ja, het is veel te soft. Soft? Veel, je moet u smijten met smijten met heel uw lijf. Nee. Zo, hè? Ja. En dat achterover, en dat is niet goed. Nee. Hang een keer voorover. Ja. Kom, tussen uw lippen. Ho, doe dat een keer. Doe dat een keer. Ja, allez, kom. La 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 la. Dat is al een stukje beter. Je moet meer ondersteboven gaan hangen. Ja, maar je blijft te lang met je voeten op de grond. Dat is niet. Ja, Freddy, kom. We zullen. Allee, kom. We zullen jullie keer helpen. We zullen jullie een keer helpen. Alles gaat goed. Allee, ondersteboven. Zeg eens, pap. Poten thuis. Ah. Deze figuur zou ik wel eens willen proeven. Ja, maar wel. Hier heb je al een voorproefje. Zeg, Arre. Zij je. En jij ook, Snokke. Oké, luisteraars, en welkom bij de Radio Hallo Joplijn, het programma voor de actieve werkzoekenden. En we hebben vandaag een gast in de studio. Welkom, DJ Simpson. DJ Simpson, wat kunnen we voor u doen? Hey, hallo Mark, ik ben DJ Simpson en ik zoek werk. En ik had gehoopt dat de luisteraars van Radio Hallo mij daarbij zouden kunnen helpen. Oké, welkom meneer Simpson. Dit is je microfoon. Lanceer je oproep. Hi, hola, hallo, hallo. Mark, this is DJ Simpson. De meest hippe, de meest coole, de meest mega vette DJ van de Lage Landen. Forget DJ Tiesto en DJ Ronnie. Met DJ Simpson swingen de pannen van het dak. So, pick up your phone and call Radio Hallo on 255-255. Yeah, shake it, baby. Oké, dankjewel DJ Simpson en veel succes. En dan nu, muziek. Radio Hallo Joplijn met Mark. Ik zal hem u even doorgeven. Het is voor u. Ah. Hi, hallo DJ Simpson. Oké, when... Morgenmiddag. Oké, and the place to be is... Avondrust. Hey, daar! Ja. Hey! Pascal, ik ja. En de
Dag, Schotel. Ah, wat heb ik dat gemist de voorbije dagen. Amai, en ik dan. Ho, ho. Weet je wat, maak er ineens twee dag Schotel van. Je. Kwestie van dat zand een beetje door te spoelen. Hè. Heeft u er wat bij? Ja. En heeft ons Carmen het een beetje overleefd zo, zonder mij? Ah, je bent nog niet naar huis geweest. Ja, voorzitter. Een man moet zijn prioriteiten kennen, hè. Schoon! Je gaat toch niet beweren dat je Carmen niet gemist hebt? Tja, nu dat je het zegt, eigenlijk wel, ja. Ja, je hebt toch die bloemen bij? Ah, nee. Die heb ik gekregen van een cafébazin van ginderachter. Ja, 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 om mij te bedanken. Ze had nog nooit zo'n goede klant gehad. Oh. Maar ja, kan die eigenlijk even goed aan Carmen geven, hè? Ja, oh, Xavier. Ik ben blij dat ik u zie. Ja, ik wou dat ik van u hetzelfde kon zeggen. Ja. Kom eens mee, Xavier, kom eens mee. Xavier, kom eens mee. Xavier. Gaat het zo'n beetje? Xavier, er is iets dat jij moet weten. Allee. Is verschrikkelijk, hè? Ja. Man, dat ons zoiets moest overkomen. Allee, wat? Xavier. Ja, zeg, Fernand, het schuim gaat wel van mijn dagschotel. Xavier. Carmen, u zoeken, heeft te doen met Maurice. Carmen met Maurice. Dat is een goeie, hè. Ik zeg altijd, laat me niet lachen. Ja, maar pas op, ik zeg dat dus niet om te lachen. Ik meen dat heel serieus, hè. Allee, Maurice is Carmen haar type, ja, toch niet? Jawel, ja, dat dacht ik ook, maar ik heb ze wel bezig gehoord, hè. Op uw slaapkamer. Bezig gehoord? Ja. Ah, maar Maurice zal langs geweest zijn om iets te herstellen, hè. Ja, maar ik weet wel wat ik gehoord heb, hè, Xavier. Wat heb jij gehoord? Allee. Ja, hoe moet ik dat nu zeggen? Allee, dus Carmen vond... Maurice een schone paal had. En dat ze die direct wou uitproberen. Dus niet waar. Ja, en kreunen dat ze deed. Hè. Zo van 3, 2, 1, hop. Ah. Hoe? 3, 2, 1, hop. Dat is straf. Ja, maar het wordt nog straffer, hè. Pascal, die weet daarvan. En die laat die twee zomaar doen. Ah ja, Pascal en Maurice, dat zal niet veel meer, hè. Je weet wel, hè. En Pascal heeft mij gezegd dat ze heel blij was dat Maurice zijn gereedschap nog eens kon bovenhalen. Ah, wel, merci. Ja, maar van uw vrienden moet het hebben, hè. Dat? Nee, jij gaat mij niet liggen hebben, hè. Jij probeert ons tegen elkaar op te zetten, maar dat gaat deze keer niet lukken. Sorry, jij gelooft me niet, hè? Nee. Kom, we gaan het direct aan Maurice vragen. Kom, kom. We gaan het hem laten zien. We gaan het hem doen. Goed. Bon, dus dat achterbaksgedoe, dat heeft nu lang genoeg geduurd, hè. Biecht het nu maar eens allemaal op. Ik zeg altijd, als je wilt biechten, moet daar eerst een zonde aan vooraf gegaan zijn. Nozelaar. Wat deed jij op de slaapkamer bij Carmen? Nou, niet waar Xavier bij is. Dat moest een verrassing blijven. Xavier weet het, ik heb hem allemaal verteld. Ja. Kloster was met uw grote muid altijd. Waarom moet jij dat nu gaan kommeren? Allee. Ja, ik denk niet dat madame Carmen dat plezant gaat vinden. Oh, maar dus iedereen weet ervan. Maar niemand die ze probeert tegen te houden. Ja, Xavier, jij kent Carmen toch ook, hè? Ze moest en ze zou zo'n paal hebben. Ja, oh ja, dat stuurt je Maurice maar. Carmen is niet bepaald, dan doen we het zelf, hè. Ja. Maurice is de enige die dat spel recht krijgt. En wat ik daar zou van denken, ja, daar zit je natuurlijk niet mee, hè? Nee, jawel, maar straks is het uw beurt. Ik heb alleen het voorbereidend werk geleverd. Ik wil met ons Carmen niks meer te maken hebben. Met niemand van u. Maar allee, Xavier, vind je nu ook niet dat uw reactie wat overdreven is? Ik vind dat jij uw Maurice zijn gereedschap hier moet laten gebruiken. Dat vind ik. Is hij terug? Ja. Oh, je moest eens weten hoe blij dat ik nu ben. Ja. Gela, een ozele zot. Is het? Ik kan meer nu toch eens alle twee. Ja, zeg, wat heb ik u misdaan? Oh, jij durft er nog vragen? Jij hebt mij en hem bedrogen. Memories. Ja. Ik? Ja. Memories?
Je moet dat niet ontkennen, want Maurice heeft het zelf toegegeven. Ik heb nooit beweerd dat wij samen zijn. Nee, wat is er dan gebeurd op de slaapkamer? Ja. Oeh, daar! Ja, daar! Allee, ik zal dat maar zeggen, zeker. Ik ben benieuwd. Sjoeke, ik heb een danspaal gekocht. Wat? Een danspaal? Ja. Ja, en Maurice is die komen plaatsen. Uw vrouwke heeft voor zo'n schoon surprise gezocht, kameraad. Zeg dat wel. Maar pas op, ze heeft ook op mijn paal geoefend, hè. Met een paaldanspaal, wat ga je niet aan het doen? Allee, zeg, jij denkt toch niet dat ik iets heb met Maurice? Kom, sjoeken toch. Sjoeken als dat zo zit. Waarom heb jij een danspaal nodig? Dat ga ik u direct laten zien, zeg. Kom, sjoeken. Ladies and gentlemen. Please welcome, especially for this afternoon, DJ Simpson. Whoa! Okay, come on, everybody, put your hands in the air. 1, 2, 3, 4. Woo! Okay, clap your hands, make some noise. Oh yeah, shake it, baby. That sexy booty! Woo! Yeah, come on everybody, wake up and move your feet! Oh yeah! Make my day! Woo! Test, test, test. Hey, hallo. Ha? Hallo? Au! Oh! Au! Ah, ambiance! Hey, Sjoeke, zijn jullie klaar voor de show? Ik denk het wel. Aha. Haha, noem je dat paaldansen? Dat is precies turnen voor de derde leeftijd. Ja, zeg, ik ben mij nog maar aan het opwarmen, hè. Amai. Amai, Sjoeke. Ik wist niet dat je dat ook kon. Amai. Ja, Sjoeke. En ik ben nog maar pas begonnen, hè. Sjoeke, pas op. Sjoeke, wat doe je nu? Sjoeke, doe dit. Wat moet ik doen? Bel de pompiers. Ik kan dat niet meer halen. Ah. Ja, en dat ze beter uit de handel zouden genomen worden, omdat er te veel ongelukken mee gebeuren.
Zijn nu nog niet uitgelachen? Een ozelaar. Ja, ik ga mij klaarmaken. Ah, goedemorgen, madame Carmen. Oei, wat is er met u gebeurd? Tegen een deur gelopen. Wat kon men nu weer doen, Fernand? Madame Carmen, ik heb ook zo'n danspaal gekocht. Zo'n spiksplinter nieuwe occasie, hè. Je zou me daar een enorm plezier mee doen als je bij mij ook zou willen komen oefenen. Gelijk bij meneer Boma, hè. Ja. Maar wel, ik zal u direct een demonstratie geven. Ja, ja. Vooruit. Hier ze. Buiten. Hey, man. Hier ze. Oh.